De significante olievondst voor de kust van Suriname is ook voor de Surinamers in diaspora goed nieuws. Het ligt in de bedoeling ook deze groep te betrekken bij de op handen zijnde ontwikkelingen. Arbeidsminister Suharto Mustaja had recentelijk een ontmoeting met Okume Ledens, de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland. Hij wil de Surinaamse Nederlanders verder informeren over de olievondst. Meneer Dens, welkom bij ons in de studio. En ik moet zeggen, welkom in uw land. Dank u wel. Ik val meteen met de deur in huis. De wet personen van Surinaamse afkomst is in 2014 afgekondigd door de president. Hoe werkt deze wet tot nu toe in de praktijk in Nederland? Allereerst bedank ik u voor de gelegenheid geboden om in dit programma te mogen zijn. Staat u mij ook toe om alle Surinamers, personen van Surinaamse afkomst, no matter waar in de wereld ze zich op dit moment bevinden, een gelukkig, sportief en gezegend 2020 toe te wensen. Secondly, wil ik ze ook alle feliciteren met de recente olievondst voor de kust van Suriname. Als wij praten over de wet personen van Surinaamse afkomst, meer bekend als de PSA-wet, zou ik een beetje verder willen gaan dan 2014. Toen president Desiree de Lano Bouterse in 2010 aan de macht is gekomen, is een van zijn instructies naar de regering geweest om de Surinaamse diaspora gemeenschap te betrekken bij de nationale ontwikkeling van Suriname. Vanaf dat moment zijn er een aantal ontwikkelingen geweest in dat kader. Waarom? Omdat vanaf 1975 tot 2010, het is ook vervat in die wet hoor, is er nagenoeg niks gedaan voor de diaspora gemeenschap van Suriname. In het kader van beleid, onder andere is er nagenoeg bijna niks gedaan. En 2010 is het begonnen. Dat heeft geresulteerd in onder andere afschaffing van de visumplicht, de PSA-wet die in 2014 is afgekondigd. Je hebt de toeristenkaart gehad. Je hebt ook recentelijk, in 2019, heb je de implementatie van de e-visa en e-toeristenkaart gehad. De PSA is een status die personen van Surinaamse afkomst kunnen krijgen, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Dit is iets dat wij proberen te stimuleren. We doen de promotie nu. Dat neemt de ambassade ook sterk ter hand, omdat dat je 5 jaar lang de gelegenheid geeft om op en neer af te reizen, no matter van waar in de wereld je bent, je naar Suriname kan komen. Je kan hier werken, je kan verblijven voor een bepaalde tijd en dat kan je altijd nog verlengen. En als je zegt van hey, ik wil echt maar komen vestigen in Suriname, vormt dit een heel goede basis om dat eigenlijk tot je te nemen. Ja. Deze wet is in 2014 afgekondigd en tot dusver, als ik de cijfers nog uit het hoofd ken, tot 2019 waren er ongeveer 10.000 personen die deze status hadden aangenomen, die hebben aanvaard. Dit proberen we dan ook verder te stimuleren, omdat de target eigenlijk niet is gehaald waar we naar streefde. Maar wat wij merken is dat er een sterke toename nu plaatsvindt van het aantal PSA-aanvragen. Vanaf 2019 is dat sterk toegenomen. In Den Haag, de Massade Den Haag, hebben wij ook initiatief genomen vorig jaar. Misschien moet ik dit erbij vermelden dat ik vanaf 2019, eind maart 2019, belast ben met de leiding op de ambassade van Suriname in Nederland. En dat was een van onze prioriteitsgebieden om de awareness in het kader van PSA te optimaliseren. En we hebben gezien dat het vrucht heeft afgeworpen. We hebben dat niet alleen gedaan, we hebben het tezamen met de diaspora gemeenschap gedaan. Het sleutelwoord in Suriname is samen. Ja. En tegen diezelfde achtergrond is de slogan van de ambassade: samen, Makandra, together. En we hebben gezien dat het vrucht heeft afgeworpen.
Terwijl ik hier zit, krijg ik een aantal telefoontjes ook van, hé, meneer Dens, als je terug bent, wat kunnen wij doen in het kader van PSA? Mm-hmm. Er is zelf een project voorstel dat een groep personen van Surinaamse afkomst heeft klaarliggen om daarin ook een bijdrage te leveren. Ja. Ik heb die heren ontvangen op de ambassade. Ik heb ze uitgelegd wat de lijn is, waar we naartoe gaan. Ze zeggen, meester, we gaan aan de slag. En binnen mijn wip van tijd hebben ze een voorstel aangeboden, die ik ook heb aangeboden aan headquarters Paramaribo. En we gaan ook daarmee aan de slag. En zo zijn er nog een aantal initiatieven die we samen met de Surinaamse diaspora gemeenschap in Nederland proberen te ondernemen. U haalde aan dat de target niet is gehaald. Ja. Hoe komt dat? En wat zal vooral de ambassade doen om toch die target te halen? De awareness moest nog goed van de grond komen. Mm-hmm. Er zijn een paar zaadjes geplant die hun vruchten afwerpen, maar de awareness was het meest belangrijke. Een aantal mensen waren niet bekend met de PSA-kaart. En als je het niet weet, kan je het ook niet aanvragen. Dus we hebben dat geïdentificeerd en daarop hebben we ingespeeld. Door in goed overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname een strategie uit te zetten om meer inhoud te geven aan de instructie die de president heeft gegeven. En dat is een van de zaken, de awareness. En we zien dat vanaf het moment dat we dat hebben aangepakt, de toename is geweest. En meer nog vanwege het feit dat de e-visa e-toeristenkaart in april vorig jaar, 2019, is gelaunched. Denk je dat dat ook een katalyserende werking heeft gehad, dat meer mensen daarvoor zijn gegaan? Want vanaf 2019 april is de e-visa e-toeristenkaart ingegaan. Mm-hmm. Dat zou eigenlijk tot 18 oktober 2019 moeten zijn dat je online je visum en je toeristenkaart kan aanvragen. Maar we hebben gezegd van, hey, we geven je toch de ruimte dat je ook nog op de oude manier je visum en toeristenkaart op Schiphol, op Sandré, op de ambassades en de consulaten kan aanvragen. Dat was eigenlijk tot 18 oktober. Vanuit 18 oktober tot eind december 2019 hebben de mensen nog een vrije ruimte gegeven. Kijk, het is eigenlijk 18 oktober, maar we geven je nog de ruimte dat als je op Sandré aankomt, dat je alsnog je toeristenkaart daar kan halen. Maar vanaf 1 januari 2020 is het volledig digitaal. En dat is eigenlijk voor het gemak voor niet alleen de personen van Surinaamse afkomst, maar iedereen die Suriname wil bezoeken. Dat ook al ben je in Azië, in Europa, in Afrika, is het een zondag, is het een nationale vrijdag, zit je op je toilet of in de badkamer, je kan gewoon je e-visum of e-toeristenkaart aanvragen. Dat is om het te vergemakkelijken voor deze groepen. En hoe is dat overgekomen bij de mensen, dat ze het nu online kunnen doen, zodat ze dan niet meer naar de ambassade te komen? Ze hebben het warm ontvangen. Ja. Met veel enthousiasme hebben ze dat ontvangen, want gemak dient de mens. Ja. En we hebben het makkelijker proberen te maken voor de toeristen, voor de businessmensen, en ze hebben daarop ingespeeld. Tegelijkertijd mag ik ook zeggen, waar er worden gewerkt, worden er fouten gemaakt. En elk nieuw initiatief heeft ook kinderziektes. Ja. Een van de grootste vraagstukken bij de mensen was de betaalmogelijkheden. Want bij de e-visa e-toeristenkaart kan je met je creditkaart betalen. Maar een van de meest gebruikte betaalmogelijkheden in Nederland is iDeal. En dat is vanaf 20 november 2019 operationeel. Dus de grootste challenge die de mensen ervoeren is weggenomen. Yeah. En vanaf het moment dat dat ook is geïmplementeerd, was het een nog grotere enthousiasme voor de mensen. Precies daartegenover zeg ik, als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunnen de mensen zich altijd nog wenden ter bestemde plekken. Ja, en dat zou ik ook net vragen, want nu moet men online de zaken aanvragen, e-visa, e-toeristenkaart. Mm-hmm. Komt de ambassade desondanks nog in beeld? In beginsel niet, omdat een groot deel hiervan is uitbesteed aan VFS Global, die het voor meer dan 64 landen ook doet om de e-visa, e-toeristenkaart te faciliteren. En daarvoor is er ook een e-mailadres waar de mensen kunnen zijn. Er zijn telefoonnummers van VFS Global die ze op de website ook van BUSA kunnen zien.
en van onze ambassades. De ambassade of de consulaten komen in beeld meer in cases van spoed. Aan overlijden of echt een dringende, urgente situatie waarbij de mensen geen gebruik kunnen maken van de e-visa, e-toeristenkaart. Dan is er een e-mailadres waar ze naartoe kunnen mailen. En dat e-mailadres is spoedvisa@gov.sr of spoedvisa@gmail. Kun je het nog een keer herhalen? spoedvisa@gov.sr of spoedvisa@gmail. Ja. Dat zijn de twee e-mailadressen waarna ze kunnen mailen in cases van spoedgevallen. Mm. Als het zo'n dringende situatie is waarbij je in een land bent, bijvoorbeeld in Nederland waar we ambassade en consulaat hebben, kan je altijd wenden naar het consulaat. Dan kan er naar worden gekeken en overleg met het ministerie. Kan er snel een besluit worden genomen. Maar de eerste actie die ze zouden kunnen ondernemen zijn e-mail sturen naar deze twee e-mailadressen. En hoe snel wordt zo'n e-mail behandeld? Depends on het tijdstip van de dag. Want u weet, het overheidsapparaat in Suriname is eigenlijk 7 uur tot 3 uur op. Normale werkdag, maandag tot vrijdag. Als er iets in het weekend of zo, dan is het toch een beetje anders. Maar desondanks zal daarop worden ingespeeld. Wij doen alles in het werk, want er zijn cases reeds geweest van zulke aard. En we hebben het binnen die 3 dagen proberen af te handelen. Als het op een werkdag is, binnen de normale tijden, 7 tot 3 uur, dan kan het binnen een whip op een zich worden afgehandeld. Spring van de ene naar het ander, van het ene naar het ander onderwerp. Zo is de ambassade ook bezig om de betrokkenheid van diaspora op het gebied van sport te vergroten. Mm-hmm. Moet ik zeggen, we hebben Nigel Hasselbein, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mm-hmm. Die is in november 2019 uitgekomen als voetballer voor ons nationaal elftal. De vraag naar de bijdrage van de Surinaamse diaspora in de sport, hoe groot is die? De president heeft de opdracht gegeven om de diaspora gemeenschap niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld te betrekken. Mm-hmm. We hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Het eerste dat we hebben gedaan is om de diaspora organisaties en ook personen uit te nodigen naar de ambassade en naar het te luisteren, overleg met hen te plegen van hoe denk je dat je kan bijdragen. Misschien moet ik dit er ook van zeggen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een samenwerking met het IOM, International Organization for Migration, waarbij we een roadmap voor de diaspora engagement van je. We zetten iets op papier van hoe gaan we de diaspora gemeenschap, want je kan iets zeggen, maar het is goed om hem vast te leggen dat het duidelijk is voor iedereen van hoe gaan we dat ding doen. Dat is in place gebracht. Voorts is ook aandacht besteed aan een skills gap assessment. Wat houdt dat in? Dat we zijn gaan kijken van wat is de behoefte in Suriname en wat kan de diaspora gemeenschap bieden in termen van kennis en kunde en ervaring, het zij op afstand of als ze moeten komen naar Suriname, hoe ze kunnen bijdragen. Ja. Dat is die skills gap assessment dat is ingezet. Het heeft vrucht afgeworpen. We stimuleren de mensen nog steeds om die informatie die ze hebben met ons te delen. Er is een diaspora website waar de mensen informatie kunnen, als blijft anoniem, kunnen invullen en zeggen van, kijk, dit is mijn expertise en hierin zou ik een bijdrage kunnen leveren. Ze kunnen zich altijd ook nog wenden naar de ambassade om dat kenbaar te maken. Ja. Wat zij te bieden hebben op het gebied van ICT, op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, agriculture, handel en nu ook nog in het kader van de oliefonds op het gebied van olie en gas en anderzijds ook finance. No matter welk perspectief je hebt, maak het bekend en we kijken van hoe dat het best kan passen. Omdat de job die we hier moeten klaren, ook met de oliefonds erbij,
en de hulpbronnen die we hebben. Ja. Ik denk alle Surinamers hier in Suriname die we bij elkaar hebben, kunnen de job niet alleen klaren. Zoveel is er nog beschikbaar. En we hebben gezegd, de Surinamse diaspora gemeenschap die een warm hart toedragen, hebben we bij wet vastgelegd. En die betrokkenheid willen we ook als zodanig invullen. Met betrekking tot de sporters mag ik dat zeggen dat het nationaal elftal van Suriname in 2019, 30 augustus of september, op een trainingskamp was in Nederland. Yeah. En we hebben goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om ze vanaf de airport op te vangen en bij alle wedstrijden aanwezig te zijn. En we hebben een band met ze ontwikkeld voor het traject die voor ons ligt. En dat heeft ook erin geresulteerd dat eigenlijk ze de Gold Cup hebben gehaald, waarvoor ik de Surinamse gemeenschap ook nogmaals feliciteer. Ja. Eerder dit jaar, dat is 2 januari 2020, zijn zij ook de eerste die ik heb ontvangen op de ambassade voor de Way Forward. En recentelijk hebben ze me ook uitgenodigd om een interview af te staan op STVS. Ja. In het kader van hetgeen dat de ambassade doet met de Surinamse diaspora gemeenschap, in het bijzonder op het gebied van sport, casico, voetbal. Ja. Die jongens doen een bijzondere job, hebben ze zelf meegemaakt. Wij moeten ze ondersteunen. Van deze plaats roep ik het bedrijfsleven onder andere ook om het Surinaams nationaal elftal te ondersteunen naar de weg waar ze naartoe gaan. En ik feliciteer de Surinaamse gemeenschap bij voorbaat met de plaats die we zullen halen in WK. Na 40 jaar hebben ze dit resultaat behaald. En je ziet dat het kan. Wanneer we praten over de relatie tussen Suriname en Nederland, het eerste waarover mensen praten is voetbal. Met name de Surinaamse voetballers die een significante rol daarin vervullen. Als het toen kon, waarom kan het nu niet? En het bewijs is geleverd dat het toch wel kan. Ja, en is de groep groot daar om onder andere, eenmaal het over voetbal hebben, onze jongens hier te ondersteunen? Want we hebben een aantal, Nederlandse Surinamers, ja toch, zeg ik het goed? We gebruiken met de term personen van Surinaamse afkomst, ja, daar in Nederland die het uitstekend doen op dat gebied. Mm-hmm. Staan ze te popelen om naar hier te komen en ons te ondersteunen? Ze staan meer dan te popelen en de president van Suriname, president Desiree Lano-Boutersen, is een bijzonder wijze man. En ik apprecieer de ruimte die hij heeft geboden, ook aan deze groep, om een bijdrage te kunnen leveren. Ja. Dat is bij wet ook vastgelegd. Personen van Surinaamse afkomst, in grote lijnen houden dat in, mensen die in Suriname zijn geboren, maar ergens anders in de wereld wonen, andere nationaliteiten hebben aanvaard. Ja. Maar ook mensen die niet in Suriname zijn geboren, maar ze hebben tenminste een ouder of een voorouder die in Suriname is geboren. En het strekt nog verder. Ook mensen die niet in Suriname zijn geboren en ook geen voorouder hier hebben, maar ze zijn getrouwd met iemand van Surinaamse afkomst, ook die kunnen gebruik maken van deze status. Dus daarom zal je me ook horen dat ik soms het begrip gebruik, de Surinaamse diaspora gemeenschap en haar vrienden. Ja. Dit gezegd hebbende, komen we terug op hetgeen dat u zei. De groep is groot en ze staan te popelen om te komen naar Suriname. Ze staan te popelen om samen te werken. Ze staan te popelen om investeringen te plegen. Maar we moeten dat ding geordend doen. En Suriname is een geordende samenleving waar wij inhoud proberen te geven, ook op de posten. Dus wat wij doen, wij hebben overleg met de mensen, die informatie delen we met Paramaribo. En er zijn een aantal concrete stappen die in dat kader ook worden ondernomen. Oké. Okay. Ja. Een ander punt. Mm-hmm. 2020, 1 januari. Ja. Geweldig nieuws voor Suriname. U heeft het een paar keer aangehaald. Ja. Het was niet 1 januari, maar ik moet zeggen begin van het jaar. In de eerste 7 dagen. Ja, ja. Geweldig nieuws voor Suriname. Ja. Olifonds. Ja.
Wat zal de Nederlandse ambassade, Surinaamse Nederlandse ambassade, betekenen voor ons daar? Hoe zal u onder andere het nieuws overbrengen aan de mensen daar? Om de mensen zo'n beetje te, moet ik het woord scholen gebruiken, wat dit voor ons betekent? Okay. Nou, maar dit ervan zeggen. Wij hebben niet gewacht op de olifonds. De directeur van Staatsolie zei ook steeds van, het is niet als, maar het is wanneer. Ja. Dus we wisten dat het ergens zou komen. Dus wat hebben wij gedaan vorig jaar? Wij hebben de diaspora gemeenschap geïnformeerd van, kijk, het is geen kwestie van als, het is een kwestie van wanneer. En het kan elk moment geschieden. Maar we gaan niet op het moment wachten, we gaan het alvast voorbereiden. Voor januari 2020 hadden wij eigenlijk een conferentie gepland op de ambassade, waarbij Staatsolie, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Bank van Suriname zouden laten overkomen om de diaspora gemeenschap te informeren over de stand van zaken en de mogelijkheden die er zijn, waar zij ook eigenlijk mee kunnen doen. En dat hadden we gepland voor januari 2020. En het is prima uitgekomen dat in de eerste 7 dagen van 2020 je eerst had de overname van de Afobakadam en dan had je de olifonds. En tegen die achtergrond hebben we gezegd van hé, we hadden het ding al gepland, maar we gaan een concretere wending eraan geven. Mm. Dus dat hebben we even uitgesteld. We hebben ook een goed gesprek gehad met de directeur van Staatsolie. Er staat nog recht overeind dat ook Staatsolie naar Europa komt. Ja. Ook Staatsolie komt naar Europa, dus de mensen mogen warm blijven. We gaan door met de voorbereidingen in dat kader. Tegen diezelfde achtergrond hebben we een programma om in februari, in het kader van 40 jaar REVO, een activiteit te ontplooien, welke gebaseerd is op Suriname in perspectief. De verworvenheden, de challenges en de mogelijkheden die er zijn. En het gedeelte van de olifonds zal zeker aan de orde komen. Dat is op de agenda in dit kader. En deze vraag, eigenlijk is dit gewoon uw mening. Mm-hmm. Hoe denkt u dat de bijdrage van onder andere de mensen in diaspora eruit zou moeten zien? De bijdrage van de diaspora gemeenschap, hoe die eruit zou zien. Kijk, de mensen hebben expertise, sommigen hebben kapitaal. Wat wij hebben gezegd tegen de achtergrond ook van de skills gap assessment, welke is geïnitieerd en de roadmap, welke is uitgezet, is er een diaspora website opgezet waar de mensen zich kunnen registreren. Er is ook aangegeven hoe dat moet geschieden op de website. De website waarop ze zich kunnen registreren is www.diaspora.sr. Dus www.diaspora.sr. Dat is ook de website die we proberen te promoten, waar mensen zich kunnen registreren. Het is anoniem. Van, hey, wat zijn je kwalificaties? Waar ben je sterk? Dat aan de hand daarvan kan worden gezien van, hey, dit is de expertise die de mensen hebben op het gebied van gezondheidszorg, ICT, onderwijs, handel, oil en gas, finance. Aan de hand daarvan kunnen we doelgericht inzetten in het traject die we hebben ingezet naar de verdere ontwikkeling van Suriname. Wat wij ook doen en continueren, zijn diaspora organisaties en personen ontvangen op de ambassade. Overleg met ze plegen. Wat doe je? Hoe kan je bijdrage leveren? Hoe kunnen we de dingen samen doen? En aan de hand daarvan nemen we elkaar concrete stappen. Een voorbeeld hiervan dat ik kan aanhalen is, we spraken met een diaspora organisatie over de voetballers. En tezamen met hen hebben we initiatieven ondernomen van hoe kunnen we het Surinaams Nationaal Elftal helpen in die job die ze klaren voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generatie.
ze zetten Suriname niet op de kaart, want Suriname is al op de kaart, maar we laten Suriname nog brighter schijnen. Waarom ik dit zo stel? Omdat er heel veel goeds in Suriname gebeurt, klopt, maar weinig goeds wordt in de media, lokaal en internationaal, gepubliceerd. En daarin proberen wij een verschil te maken om de goede zaken te highlighten. Elk huis heeft zijn kruis, maar als je de balans opmaakt van Suriname, dan zie ik meer positieve zaken dan zaken die verbetering behoeven. Dit gezegd hebbende, weet ik nog dat ik met een vertegenwoordiger van een Europees land sprak. Of niet, ik sprak met hem. Dat was een Latijns-Amerikaanse ambassadeur, maar de vertegenwoordiger van een Europees land, die was in een heel grote conferentie. Maar ze wisten niet dat ik daar was. Ja. Ik ben gegaan als een burger. En zij hadden het over het jaarlijks verlies van miljoenen pond sterling per jaar vanwege het feit dat ze alleen Engels daar spreken. En daartegenover halen ze de naam Suriname aan, die een significant verschil kan maken. Ze hadden het over language competitiveness. Ja. Die man gaf aan daarvan, hey, Suriname is een land dat ik heb bezocht. En een kleine jongen in een korte broek spreekt Engels tot me. En dan springt hij in een andere taal die ik niet versta. En volgens mij springt hij weer in een andere taal die ik niet versta. Ik plaats hem zo tegen de achtergrond dat wij een diversiteit hebben in talen die wij spreken. Hello. We zijn multicultureel, multi-etnisch. Is iets dat wij moeten vasthouden. Waarom ik dat zeg? Omdat er zoveel zaken gebeuren in deze wereld. Yeah. Vanwege religieuze zaken, culturele diversiteit, dat er zelf oorlogen ontstaan in vele landen, mensenlevens gaan verloren. Maar wij leven toch zo saamhorig en in liefde met elkaar. Ja. Er is nog een lange weg te gaan, maar de wereld leert hieruit. Ik weet nog dat in onder andere de Latijns-Amerikaanse regio Suriname meestal een bemiddelende rol heeft als het gaat om het waarborgen van vrede. Mm-hmm. Want onze regio wordt ook als de regio van vrede geclassificeerd. Kort gezegd, wij hebben iets dat de wereld niet heeft, die we zou kunnen aanbieden. En vanwege het feit dat we dat hebben, kijken vele landen naar ons. En soms gaat het een beetje anders aan toe. Men zegt in de diplomatie, states have no friends, only interest. Er zijn geen vrienden in de diplomatieke wereld zoals men dat zegt, maar het gaat om belangen. Als je iets te bieden hebt, kunnen we verder gaan. En Suriname heeft heel veel te bieden, van goed drinkwater tot het meest met bos bedekte land dat eigenlijk de zuurstof van deze wereld is, tot hout, tot human capital. Ja. We hebben zoveel te bieden, nu ook met onze oliefonds, dat een grote meerwaarde toevoegt. Er zijn veel landen die naar ons kijken, die weten wat het belang is dat er in Suriname te halen is. Maar wij als Surinamers moeten terugkomen naar het sleutelwoord. Samen Makandra, en ik voeg toe, in sociologie. Ja, en met en de liefde voor het land, de liefde voor elkaar, moeten we dat kunnen bereiken. Want we hebben de ingrediënten met ons mee, die andere landen niet hebben. En samen moeten we dat doen, thuis, in de regio en ook in de wereld. Hiermee ga ik afsluiten. Mm. Er valt niets meer aan toe te voegen. Rest mij u heel veel succes toe te wensen in Nederland. U doet een goede job. U draagt ons heel positief uit daar in Nederland. Heel veel succes en ook een voorspoedig 2020 aan u en alle andere Surinamers in Nederland. Nogmaals dank en van deze doe ik nogmaals een oproep aan de Surinamers, personen van Surinaamse afkomst. Awins ope tatakomoto. Wie moet zitten onder de boom? Dat is eigenlijk de belofte die wij maken elke keer als we ons volkslied zingen. En we moeten meer als ooit tevoren nu inhoud daaraan geven. Nogmaals dank. God bless you.